Dankjewel, Joost. Zal ik hierop? Wanneer staat al? Je vroeg jou voor de vraag. Nu aan, toch? Ja. Ja. Welke verhouding? Nou, ik ga Joost aan om even wat dingen laten zien. Ja, hebben jullie nog een beetje energie voor de laatste comedian? Ja! Ja, kijk eens aan. Joost wel. Die heeft nog een hele fles wijn, dus... Oh, hij is op. Jammer, joh. Moet je niet zo hard drinken, hè? Nou, nou, dan wil ik weer een beetje trappelen met de voetjes. Ja, ja, in één keer ook. En applaus! Applaus! Hey, normaal. Ja, ik zal meteen maar even beginnen met iets opbiechten, dan is het gelijk eruit. Ik ben maatschappelijk werker. Ja, het is niet echt iets, oh ja, soms wel zijn, we zijn toch een beetje softies van samenleving, toch mevrouw? Zo worden we gezien. Ja. Mensen, wij zijn toch een beetje softies van samenleving, toch? Ja. Ja, zo worden we. Ja. Nee, dat is, voor mij is het zo erg, ik... Ja, laatst met kerst kreeg ik van mijn neefje poppenhuis van K3. Echt heel erg. En ik zag mijn broer zeggen, kijk van, ah, die heb je al, hè. Echt, dat, weet je, dat is niet echt cool. Hè? Voor mij trouwens, ik weet niet, is het eigenlijk een beetje geloofwaardig dat ik maatschappelijk werker ben? Weet je... Eerste gezicht wel. En tweede, mensen? Nee? Nou, zal ik zeggen, veel mensen geloven niet dat ik maatschappelijk werker ben. Ik zeg het gewoon zelf maar even. En ik weet niet hoe dat komt, volgens mij is het een beetje in mijn voorkomen dat ik er nogal jong uitzie. Ik weet niet, delen jullie die mening? Nou, Jeff, ja, het ziet er niet meer uit. Hoe oud ben je? Ja, wat denk je? Hoe oud ben ik? 24, 25. Ik ben 18 geschat, soms 15. Nee, ik ben 30. Ja, oh, nee, dat is niet cool. Nee, dat is echt niet cool. Joost of gay. Welk idee dan ook. Ik ga me tot hun lichten merken, want dit wordt heel vervelend. Nee, het is echt niet cool. Ik ben laatst op huisbezoek geweest bij een cliënt. En ik kom daar aan met mijn driewieler. Ik doe op een Donald Duck slot en ik hou mijn tas uit mijn mandje. En ja, ik belde aan bij die cliënt en hij deed open. En echt, het eerste wat hij zei is... Oh, ik dacht dat ik al kinderen uit de buurt had gehaald. Haha, ja. Nee, niet cool. Weet je, en ik heb toch zoiets van, hey, je moet mij niet volken, ik wil even laten weten wie ik ben. Ik ben wel de maatschappij werken, ja. Dus. En ja, dus een week later ging ik weer op huisbezoek en toen had ik een t-shirt aangetrokken. Proost. Yes. We gaan gewoon door. Ja, alcoholist help ik ook. Dus. Nee, maar echt, het is irritant. Ik ging een week later ging ik weer op huisbezoek. Ik was zoiets van, ja, maar mij moet niet volken. Had ik een t-shirt aangetrokken, had ik een tekst op laten zetten. Pedofilie, zo kinderachtig. En ja, eigenlijk in de beweging, ja, maar pedofilie is toch voor jong en oud? Dat op zich ook wel grappig, daar heb ik ook een t-shirt van gemaakt. Maar, ja, op zich, het was wel, ja, weet je, zo'n pedofiel, die heeft ook gevoel, die smeerbuik, die was depressief. En ik dacht, om hem op te beuren, had ik voor hem speciaal ook een t-shirt meegenomen. En had ik zo'n twee duimpjes op laten zetten, zo, al lief. En dan, zelfmoord is helemaal het einde. ja, ik merk de laatste tijd dat het goed werkt aan cliënten. Dat komt mooi uit, mijn cliëntenbestand is nu gehalveerd. Dat komt mooi uit. Voor mezelf moet ik het niet echt hebben van mijn snelheid. Daar valt het nu pas. Welke was dat, over t-shirts of dat ik soft ben? Leuk dat je meedoet in ieder geval. Dat wordt gewaardeerd. Nee, maar serieus, ik ben echt traag voor mezelf. En ik een mooi voorbeeld eigenlijk, meteen om te beginnen. Ik moest hier een uur van tevoren aanwezig zijn. En Christian zei, ja, een uur van tevoren is belangrijk. En ik kwam gewoon echt 2 minuten te laat binnen. En ja, sorry Christian nogmaals ervoor. Ik heb al mijn excuses aangeboden, maar ik had echt een goede reden. Ik had gewoon echt te veel tijd. Is dat een beetje herkenbaar? Ja, dat je denkt van, ja, ik kan wel rustig aan en dan ga je thuis treuzen en zo. Ja, ik hoor er allemaal van die herkenbare lachjes. En Joost, J wijst naar Joost, zeg maar. Van, ja, dat heb jij, lul, altijd. Als we afspreken, achterlaat, oude vrouwen. Er komt wel meer vrouwen, komt het.
dat is ook wel zo, dat moet je ook gelijk geven. Nee, maar ik heb het gewoon helemaal door mezelf, dat ik gewoon echt heel traag ben. En dan moet je dat getreuzel van thuis, moet je dat op een andere manier gaan compenseren. Dan moet je dat op de weg daarheen compenseren. In mijn geval, ik moet dan keihard gaan fietsen, moet ik mensen gaan afsnijden, en ook af en toe, klootzak! En dan moet je ook soms gewoon wel als door rood rijden. Dat had ik net. En ja, dat was niet zo cool. Ik werd gewoon aangehouden. Gewoon doordat ik door rood fietste. Hoe zielig is dat, weet je? En ik had even wat ik de hoop. Ik zag namelijk een bekend gezicht. Ik dacht, hey, dat is Cor van de basisschool. Alleen, Cor was niet vergeten dat ik hem vroeger pestte. Dat is een beetje jammer. Cor die had namelijk flaporen. En wij noemen hem als Cor flaporen. Dat is echt heel, heel flauw. Maar ja, hij was dat kennelijk niet vergeten. En ja... Hij ging echt heel serieus doen, weet je wel, gewoon heel zakelijk. Van, ik ben een agent. Hij zat waarschijnlijk ook niet om zijn handicap niet bij de motor begraven. Dat was een beetje het idee. Dat hij daar... Ja, het gaat ook gewoon door het beste, weet je. Flappen, dat is zo makkelijk ook. En het is gewoon gemeen van mij, ik weet het wel. Maar ja, kom op, hij heeft me aangehouden, dat vind ik ook. Dan mag ik gewoon weer verder gaan. Ik was gestopt en dan krijg je, ja, gespeeld. Nee, maar hij ging me aanhouden. Ja, heeft u enig idee waarom u bent aangehouden? En ik had altijd al bedacht van, als ik word aangehouden, dan ga ik dit gewoon zeggen. Gewoon fuck it, gewoon proberen, hè? Anders gebruik ik hem toch weer gewoon in de show, als het niet lukt. Maar toen zei ik, oh fuck, jullie hebben dat lijn gevonden in Machtentuin. En hij kwam stoïcijns aan schrijven, hè? Hij had echt gezegd. Ja, als Jeffrey wordt thuisgestuurd, boetebedrag 50 euro. En dan zei ik nog, ja, dat is niet veel voor moord. Ook weer niet omlachen. En toen zei hij nog van, juf, wat doe je eigenlijk? Ik zeg, nou, ik help onder andere mensen met jeugdtrauma's, dus ik zie je nog wel eens een keer. Maar weet je, dat gezeik, dat geintje, dat kost me dus weer een paar minuten. En ik miste gewoon de trein naar Den Haag. Ik woon zelf in Leiden en ik moest naar Den Haag. En ik had hem echt net gemist. En ik wist even niet zo gauw dat ik moest pakken. Ik had geen tijd om op het bord te kijken. Ik heb het gemist. Dus ik loop naar zo'n NS-clown en ik vraag, joh, ik moet naar Den Haag Centraal. Welke trein kan ik het best pakken? En toen zei hij... dat je de trein van 5 minuten geleden kunnen pakken. No shit, Sherlock. Ik zeg of ik misschien een stoptrein van 3 weken geleden kunnen pakken. Ik had gezegd, dan moet ik even nakijken. Ja, dat is vervelend. Ja, ik heb in de trein stond het wel leuk trouwens. Ik moest van de week stond ik bij Schiphol op station. En toen hoorde ik, werd omgeroepen, attentie, de internationale trein die komt zo binnen, maar wel in omgekeerde volgorde. Heb je dat wel eens gehoord? Dat is raar, hè? Ik vraag me, wow, wanneer is dat dan gebeurd, weet je? Dat is echt. Denk je, laatst wil ik wat drinken. En in de wc's heb je zo'n plaatje in een beker en dan zo'n kruisdrain. Dat heb ik gewoon in mijn handen gedronken. Dus, ja, maar pak ze niet. Nee, maar even mijn teamleidster, dat is het. Ja, ik wil nog zo werken. Mijn teamleidster en ik, dat is niet echt een match. Waarschijnlijk omdat ik nogal traag ben. En zij is heel anders ingesteld. Ik heb echt ook geiten op panties. Zo erg is het. En ja, het is echt heel irritant. Bij haar, we moeten echt werken. Er mag niet gelachen worden. De vergadering is in het Duits. Echt, ja. mijn werk op een manier. Maar... Ik snap het ook niet. Ik ben van de mentaliteit van wat je tussen 9 en 5 niet gedaan kan krijgen, dat doe je daarna wel, weet je. Anders zou ik werken deze 24 uur per dag, mensen. Dat is een hoeking. Dus, ja. En, nee, maar ik, vannacht heb ik ook iemand geholpen. Ja, ik zat tv te kijken, hoorde ik opeens. Jennifer is net 18 geworden. Ik twijfel nog een moment en gelijk ben je al gefeliciteerd. Laat weten wat je aan het denken. Dank je, Jay. Ik ben ook Jay, hè? Jeff. Nee, maar serieus, je houdt hem als een sporse. Ja, met 3 J's. Wow. Moeten we er wat mee doen? Nee, maar serieus. Denk je dan een sportzaam meisje? Ik heb situaties dat gebeurt. Ik heb een keer een meisje tegenover me gehad. En ja, dat was niet de slimste. Die was al 2 keer gezakt voor de CITO-toets. Ja, dat is ook niet helemaal raar. Ik dacht dat Geert heel erg zak. Ik dacht even, hij ligt gewoon. En was jij dat niet trouwens? Nee, maar dat is ook niet zo heel raar. Ik zei, dacht dat Geert Wilders de oprichter was van Sensation White. Ja, dat is moeilijk, weet je. En tot overmaat van ramp,
ja, ze zag een beetje uit, dat is ook wel grappig. Misschien herkennen ze het wel, met zo'n lege blik in de ogen. Ja, mooi blond haar en een kras op de arm. Weet je, gewoon een leuk meisje. Dat een beetje. En tot overmaat verramp was ze nog eens ongepland zwanger. Dat is echt jammer, weet je. Ik snap het dan oprecht niet. Ik zeg ook echt, maar ja, Shirley. Altijd een typische naam op een manier. Shirley, hoe kan dat? Weet je? Waarom heb je de pil niet geslikt? En toen zei ze, ja, dat lust ik niet. Maar ik zie jullie ook echt kijken van, oh Jeff, je bent wel goed bezig als maatschappelijker, merken wij. En ja, je weet veel van de mensen. Maar het is niet alleen mensen, hè, het is ook dieren. Ik kijk overal naar en ik signaleer dingen. En, dus een beetje, ja, ik was vorig jaar was ik in Australië en ja, toen las ik in de krant dat er een hai was gesignaleerd aan het strand. En dat was dan heel raar, want het was niet, dat was normaal, was niet gebruikelijk aan het, ja, in dat seizoen, zeg maar, die tijd. En toen dacht ik van, maar net als bij mensen heb je toch ook gewoon vast wel gewoon Mongolen haaien. Ja. Ik denk, gewoon naar het strand. Weet je? Ik vertrouw niemand, dat is een beetje mijn idee, weet je? Net als kraaien, als ik op de fiets zit, ik buk altijd, weet je wel, een duiven. Mensen zeggen ook, ja, die vliegen heus niet tegen je aan. Nee, als je eens naar een schelen kraaien. Ja, weet je? En dat is net als met, is dat een lichtje nou al? Ah, oh, zo zonde, man. Hij wil de laatste gaan doorgaan. Ja, vind je? Ja, dan moet je dat met z'n allen even zeggen, hé, we gaan het door. Maar het is ook wel laat. Nee, maar, nee. Weet je, vertrouw niemand. Weet je, wist u dat piloten, die hoeven geen 100% score te halen bij examens? Weet je, dat is raar. No planning, ja, die vraag wist ik niet. Weet je, of hartchirurg. Ja, ik wist wel waar oorlel zat, maar hartklep. Weet je dat? Maar ja, ik ga me nou even erdoorheen jagen. Ik heb namelijk, ik sta hier wel leuk te babbelen en zo, maar ik heb net uitgemaakt met mijn vriendin. Dus. Ja. Ja, het ging echt, was heel moeilijk om uit te maken. Het ging niet meer, ze was lelijk. Ja, dat is gewoon moeilijk om uit te maken. Een relatie uitmaken is sowieso moeilijk, maar ja, ze weet dat ze lelijk is, laat ze niet zomaar gaan, weet je. Ik word toch alles geprobeerd. Ik had een keer gezegd van, ik hou niet meer van je. Nou, dat geeft het niet. Het kan echt niet meer, je bent lelijk. Ja, maar wel lief. Weet je, het houdt allemaal een beetje, je komt er niet vanaf. Dus toen had ik bedacht op een gegeven moment van, ja, schat, ik... Sorry, maar ik ben vreemd gegaan. Echt niet, dat kan je toch niet bewijzen. Luister je, ik ben echt gewoon, ik ben vreemd gegaan hoor. Echt niet, dat had je nou tijd voor je, want overwerken. Ja, echt, dus toen heb ik hem maar op Marktplaats gezet. Ja, wat, ding om 150 euro kan je gratis plaatsen. Dus, ja, dat is aan de ene kant wel jammer, want aan de ene kant, ja, we hebben wel toch wel een mooie lange tijd gehad. We hebben toch 10 jaar relatie gehad met elkaar. Dus, fuck, gewoon een grap kapot gemaakt. Sorry, ze was 18. Ze was 18 en dat is jammer, want we hebben toch 10 jaar relatie gehad met elkaar. Vies, hè? Ja, als die in één keer ging, was die echt goed geweest. Maar ik geloof dat jullie het allemaal wel leuk vonden. Ja. Volgende keer weer hier. Ja! Kom, dan heb ik een aandacht. Jeffrey, 3 days.